Dat moment dat je je eigen realiseert dat je een fout hebt gemaakt, dat je nu 200 health hebt en dat het nu heel snel gevaarlijk kan worden. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Ik ben er weer, Stevie! Zelfde Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering begon alles chaotisch. We hadden een Slime Rain die eraan kwam. King Slime die in één keer even langskwam. We hebben van alles eigenlijk gezien. Blood Moon die gebeurde. Complete chaos. Maar we hebben wel wat Life Crystals gevonden die ik in de vorige aflevering nog gebruikt heb. Waardoor dat we nu 200 health hebben. In deze aflevering gaan we weer terug naar... Oh ja, we hebben ook een platinum pickaxe pak gekregen, waardoor dat we nou nog sneller kunnen minen. In deze aflevering gaan we weer terug naar die underground mushroom biome. Dat is net zo makkelijk. En moet ik jullie ook even gelijk vertellen waarom dat zo gevaarlijk is om 200 health te hebben. Want dat kan er namelijk voor zorgen dat in de avonden de Eye of Cthulhu kan spawnen. Op het moment dat de Eye of Cthulhu spawnt, de enige manier om van hem af te komen is door hem te verslaan natuurlijk met de wapens die je hebt. Op dit moment hebben we helaas niet zoveel goede wapens, dus zitten we nogal in een lastig pakket. Ik heb een staafdynamiet bij me voor het geval dat we nog leuke dingen tegen gaan komen. Bijvoorbeeld heel veel oors of zo. We hebben nog dat ondergrondse mushroomhuisje dat we nou mee kunnen nemen. Dus ja, misschien is dit de laatste aflevering die we ondergronds gaan spenderen. Tot we daarna weer een beetje verder aan ons huis kunnen gaan beginnen. Want vergeet niet, we hebben nog de hele... bovenkant van het huis, van de boomhuis, waarin dat we nog het een en ander zouden kunnen maken. Dus dat natuurlijk ook. Ik heb ook weer eens blanke potion bij me, dus daar heb ik ook weer rekening mee gehouden. Dus ja, ik zou zeggen, wij gaan gewoon hier eventjes het water in, springen naar beneden toe en hopen dat we hier weer leuke dingen kunnen gaan vinden. Dus, want zo'n skeleton die was nogal gemeen. Even kijken, want we gingen hier voorzichtig naar beneden en dan hebben we daarop voor ons touwtje die we kunnen gebruiken. Jong. Nou, op zich een mushroom... Oh, kijk, nou, ons geld ligt er zelfs nog waar we dood van gegaan. Nou ja, het is niet veel, want de golden coin is natuurlijk door de skeleton opgepakt. En dit was zilver en dat was ik aan het mijnen. Maar moet je nou eens kijken hoe snel dat het mijnen nu gaat. En ook al komen er dus irritante zoobats, die kunnen nou makkelijk killen ook tijdens dat we dus aan het minen zijn in verband met onze pickaxe. Alleen dan nog vind ik ze zwaar irritant. Dan gebruik ik toch liever pijl en boog of de enchanted boomerang op dit moment. Want nogmaals, ze zijn irritant. Het zijn zeer irritant, kun je wel zeggen. Oké, nou ik wil hier wel eventjes al die oor meenemen. Doe ze heel even extra licht, want dit is ook weer zilver. En hoe meer zilver, daar kunnen we dadelijk onze hamer van maken. Zodat we met background kunnen werken. Misschien dat we daar nog zelfs van... Oh boy! Nee! Nee. Ik heb een houten zwaard. Pas erop. Oh, en we hebben gelijk ook een status effect. Wat is dat? Darkness. Let's play onvriendelijkheid. Serieus, ik wil gewoon eventjes naar silver minen. Mag dat nou ook al niet meer? Ik weet dat er een chest nearby is, want die zit namelijk links of rechts van ons. Nee. Dank je. Dan zitten we zelfs nog naast... Oké, nou is die darkness opgeheven, gelukkig. Hello darkness, my old friend. No, you're not my old friend. Serieus, je bent gemeen en irritant. En vervelend. En volgens mij zie ik hier nog wat sapphire. Oftewel de blauwe variant. Op het... Nee, is amethyst. Het leek een beetje blauwig in verband met de blauwe gloed die er vanaf komt. Dus, ik bedoel, het is dag. Dus dan is het voor mij ook een beetje moeilijk om naar het scherm te kijken als we dus zo ondergronds bezig zijn. Maar niet vergeten, ik heb een grapplinghoek. Yay, grapplinghoek. Ik weet nou trouwens nog steeds niet wat dat ding doet. En we hebben weer een nieuwe Eevee-standbeeld. Eevee zal wel blij zijn dat we weer een standbeeld van hem gevonden hebben. Dus ik zou zeggen, die nemen we ook gelijk mee. Maar meest belangrijk... Waarom heb ik zo'n gevoel? Ik ga hem even dicht doen. Maar volgens mij is dat de pressure plate die hem activeert. Hij open. Oh, daar hebben we weer zo'n Skelly. Nee? Oh, oké. Het is wel heel erg dunker. Dan gaan we nog... Weet je wat? Ik doe het even origineel. Ik ga deze chandelier gewoon hier weer terug ophangen. En dan hebben we hier een mooie verlichte ruimte. Oké, we hebben... Running boots!
Oh, die hadden we net bij de dingen zo extreem nodig bij de King Slime. Oh, nou ja, we hebben hem nou in ieder geval gevonden. Dus daar ben ik wel een blij konijntje over. Maar we hebben Running Boot. En hoe kom ik nou in één keer aan Slowness? Increase damage, decrease life reach and cause a status effect. Oh, door die bugbite van die stomme Zubatman. Irritantje. Nou, in ieder geval, ik wil ook eventjes wat glowing mushrooms alvast meenemen. En jeetje, waar hebben wij nog een trage bel trouwens. Helemaal vergeten. Glowing mushrooms kun je ook weer niet te veel hebben. En zeker is het handig om die seeds ook te krijgen, dus... Maar goed, we hebben dus weer een chest. Er is platinum erbij. We willen dus echt een equipment maken. Ik wil niet de hele aflevering weer gaan lopen mekkeren over van... Oh ja, dit is het te vinden, dat is het te vinden. Dus ik zou zeggen, we gebruiken gewoon de potions en... Laten we maar gewoon zo snel mogelijk hier aan beginnen. Oké, we hebben nog een blanke potion. Hoppakee, hier zit dus niks in de buurt. Dat is een bietje. Kunnen we hier naar beneden? Ik zie niks. Hi. Dit is een beetje een dode kant. Dat is... Weer daarheen? Ik bedoel, we hebben nou een snelle pickaxe, dus... Dit gaat al een stuk sneller op zich, dus het heeft zo'n goede progress. En ik zie daar een hele chunk. Ik denk dat ik daar zelfs de staaf dynamiet op ga gebruiken als ik daar de kans voor krijg. Oh, het zit onder water. Nevermind, dan gaan we gewoon er even overheen. Hè. Maar dat is een hele grote chunk daar. En daar heb ik dus een staaf dynamiet voor meegenomen om dus zo'n hele grote chunk in één keer op te kunnen blazen. Licht graag, het is donker. Eentje zat. Silver detected, dat is zilver dan. Oké, duidelijk. Nou ja, heel veel zilver is ook goed. Alleen moet ik wel natuurlijk... Is die boven nog iets? Nee? Oké. Nou, dan gaan we gewoon naar die chunk zilver toe en we zien wel wat eronder nog verder zit. Oh, nog meer water? Ah, jongens, waar zit hier toch veel water? Even dat even belichten. Oh, kijk nou toch eens al die zoep Batmans die volgen ons. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Nope. Access denied. Eevee, jaag ze weg. Doe een gromaanval. Weet ik veel. Doe iets. Oké, nou. Het is op zich een hele grote chunk die we hier hebben. Mag ik even wat licht? Dankjewel. Dus als ik hier dan een staaf dynamiet opleg... Dan zouden wij in één keer deze hele chunk moeten hebben. Dus eventjes de staaf dynamiet pakken. Dat vind ik altijd het leukste om die dan zo te mogen gebruiken. Oké. En go. De beste manier om dingen te mijnen. Ik zag iets van 50 en 16 of zo, iets in die trend. En oh, kijk, nou, er is. Dit ligt hier zelfs nog andere zooi. Mooi. En nu, lood. Lood is niet boeiend. Dit zijn allemaal weer van de kleine kamertjes. Ah, ik ben zo terug. Oh, we hebben een depth meter. Dat is zeker handig, want dan kunnen we zien hoe diep dat we zitten. Oh boy. Nee, nee, oh nee. Daar trappen wij niet in. Daar trappen wij niet in, Zubat. Oh, en een... Speer. Oké, okay, zijn er drie. Als we die nou alle drie aan deze kant kunnen krijgen. Toink. Ik weet niet, jij kan met botten gooien. Jij niet. Oké, okay, geef ze geen opening. Totaal geen opening. Vooral hem niet. Oké, okay. Hij is neer. Wil jij misschien eventjes je helm droppen? Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ah, hij heeft hem niet gedropt. Nou ja, we hebben in ieder geval een bom. Kunnen we ook weer gebruiken. Maar voornamelijk ook een kistje. Die pakte hij pas heel erg laat voordat hij zei dat er een kistje hier zou zitten. Dus, en een boemerangstandbeeld. Altijd leuk, je hebt er niks aan. Maar een boemerangstandbeeld en een zwaardstandbeeld zijn altijd leuk. Over boemerangen gesproken, we hebben er weer één gevonden. Ik zou liever een Band of Regeneration of iets nog hebben gevonden, maar... Nou ja, ik kan niet alles hebben, maar... ga neer. Geen wat anders pesten. Nou, deze nemen we dan toch maar weer mee.
waarom nog niet? Timeage moet wel weer even lopen. Oké, okay, Spelunker mag dan wel uitgewerkt zijn of hebben we weer een nieuwe? We hebben nog een nieuwe, dus we kunnen gewoon nog even verder met Spelunky. Want er is weer plaats in hem nearby. Er staat hier zelfs een workbench. Hartstikke leuk. Niet dat we er iets aan hebben, maar het staat er wel. Loopt dit hier nog ergens naartoe? Zo te zien wel. Dus ik heb zoiets van, laten we dan maar hier naar beneden toe gaan. Ah, hier kan ik gewoon naar beneden springen. Oké, ik zie het plaatje normaal zonder dat ik het heb gebruikt. Paas erop. Ik zie alles. Echt, die zoobets, die worden nog een keer mijn dood. Valt me nog mee, we zitten nou op 4, 5 deaths of zo. En ik ben nog niet één keer dood gegaan door zoobets. En nou, I jinxed it. Omdat ik het er nou over begin. Sorry, Eevee. Ja, op zich kan ik hier gewoon naar beneden vallen, dus. Oké, okay, ik zie dat er iets boeiends in de buurt is, als alleen maar zilver. Nou ja, zilver is altijd nog handig, daar niet van. Maar... Oh, hier is weer platinum in de buurt. En, ik hoor een geluid. Oh, jeez! Oh boy, 13 seconden poison! Help! Nee, ik ga nou niet... Oh, dat is een worm. Over wormen gesproken... Oh, hier zit jij. Oh boy. Speer. Ik weet dat hij hier doorheen kan komen. Oh jongens, ik ben... Geef me een scheetkussen! Schrapper! Heeft hij hem? Nee, jammer. Oh, ik wil weten waar hierboven zit. Ik wil weten waar hierboven zit. Komt hij aan? Ja, nou... Hij kan hier niet naar binnen. Oh, auw. Oké, nou, dan doen we gewoon dit. Even mijn best. Ik dacht dat hij naar beneden zou, of doorheen zou kunnen komen, maar... Gelukkig kan hij dat dus niet. Oké. Okay. Nou, we zijn dus geraakt door onze eerste booby trap. Die zat echt heel erg sneaky geplaatst. En ik keek gewoon niet uit mijn doppen. Maar... Damn! Dat was even creepy. Oké, nou, ik ga gewoon eventjes de plateautje even openmaken. Want ik word hier niet goed van die slime hier. En dan kan ik mooi hier naar beneden komen. Kom hier. Hoe meer damage ik kan doen, hoe blij dat ik ben. Hoe meer damage ik jou kan doen, hoe blij dat ik ben. Kom hier. Sterf. Ga heen. Kom niet meer terug. Oké, nou, ik ga hier de Spelunker Potion gewoon gebruiken. Hoppakee. En laten we maar hopen dat ik veel kan minen. Oeh, train tracks. En Zubats. Traindex kunnen altijd handig zijn. Zeker om te kijken waar dat het een en ander wel niet zit. Hoi. Ik neem het toch even mee. En het is een marble. Het is een marble biome. Nice. En daarboven zie ik een heleboel top-ass. En ik weet dat we daar een hele mooie steensoort van kunnen maken. Dus ik ga het allemaal minen. Ik zie een heleboel top-ass. Zelfs daar in de rechterhoek zit weer een... linkerhoek, sorry. Er zit ook een heleboel top-ass. Dit is paradise. Maar ja, eigenlijk... Ik denk dat ik alleen maar deze top-ass ga pakken. En dan naar beneden ga minen om eventjes de andere spul te pakken. En dan de train... We hebben een marble biome. En daar ben ik eigenlijk een heel blij konijntje over. Omdat daar kunnen we hele leuke verdiepingen mee maken. Dus... Oké, okay, top-ass. We kunnen nou niet meer een grappling hoek of zo maken. Maar ik bedoel, van, leuke bouwblokken, dat is altijd leuk. En volgens mij is dit... Demonite, ja, die kunnen we... Oh ja, Demonite kunnen we ook minen in verband met. Maar volgens mij zit mijn inventory een beetje vol. Even kijken, wat kunnen we weggooien? Silblocks zijn belangrijk, bommen zijn belangrijk. Depth meter, die kunnen we heel eventjes neerzetten. Want dan, oké, we kunnen de diepte dan niet zien, maar dan maakt niet zoveel uit. Treasure plate, die kan heel eventjes weg. Die gebruiken we toch niet. Chest hebben we nodig. Health potion hebben we al dubbel ondertussen, dus daar moeten we ook mee uitkijken. Mud blocks, dart traps, die verkoop ik ook niet echt veel. Oké. Okay. Dat weet dat onze inventory al zo snel vol zat. Oh, en ik zie heel veel zoobets trouwens. Oké, dit is silver ore. Misschien dat we dan in de volgende aflevering al... We hebben nog steeds planker effect. Ik zie niks. Oh. Dan gebruik ik de grappling hoek. Oh boy. Is die zoobets. En ik moet ook een nieuw zwaardje hebben, want echt serieus. De hele tijd met een houten zwaard blijven rondswingen, dat werkt ook niet echt. Ga weg. Auw. Maar ja, vergeet niet, nieuw armor is ook cruciaal belang. Dat we echt nieuw armor gaan krijgen, jongens. Oké, hier doen we eventjes die mag uit.
Er zit hier een waterchest. En een golden chest. Ja, alleen we hebben bijna geen inventory space meer. 11 melee damage. 9 melee is al beter. Oh, Zubat. Recall potions die verkopen ook bijna voor geen ene meter. Oh boy, daar komt de Skelly. Kan die bij ons komen? Nee, oké. Recall potions die verkopen bijna voor geen ene meter. Blinkwood seeds zijn altijd leuk. Ja, weet je wat we doen? Gewoon. Dan kan ik jou toch. Ja. Alleen een waterkist die wil ik ook meenemen. Die moet ik horen. Ja, hartstikke leuk. En daaronder nog een hele. Net Orb is ook belangrijk. Dynamite is leuk. Night Owl Potion voor extra LP Venus. Oh boy. Ik ben hier heel eventjes aan het discussiëren, ja. Daaronder zat een Life Crystal. Goed, dan weten we dat alvast. Cotton Wappie hebben we nodig. Blinkroot hebben we nodig. Ja, die Elf Seal Block, het is nou niet waard. Oh boy, dat ding is gevaarlijk. Die vijand die we daar net zagen, die kan speren gooien en die doen over een 100 damage. Maar ja, we weten nu dat daaronder dus een Life Crystal zit en dat... Ga weg. Dan moeten we denken dat we daar ook nog een kistje hebben. Ik wil die Life Crystal. Weet je wat, we pakken gewoon die Life Crystal en dan komen we hier gewoon weer terug nadat we de inventory hebben geleegd. Wat slim. Doei! Ah, veilig. Mooi. Ik doe heel eventjes mijn inventory clear en dan kan je gelijk kijken wat er in dat andere kistje zat. Vergeet niet! Ik kan nu rennen! Oké, ondertussen dat ik terug aan het lopen was naar onze locatie daar. Hoezo heb ik dit gemist? Hier zit ook gewoon een kist. En weer zo'n ding die we kunnen verkopen voor best wel redelijk wat geld, dacht ik. Er zit hier gewoon een kistje die we gemist hebben. Wat leuk. Nou ja, sowieso. Ook weer het een en ander voor cash. Hartstikke gezellig. Wat hebben we? Magic Mirror. Oké, was niet zo interessant, maar toch weer een kistje en... Stuff, wat is dit? Tungsten Chandelier. Hartstikke leuk. Kijk eens, hier zijn we al geweest. Kun je mooi daar blijven hangen. Loom neem ik wel mee. Goed, ik ben zo weer terug. Waaah! Oké, ik ben weer terug op een dead plek waar ik dood was gegaan. Want ik was even dus op zoek om te kijken of ik misschien dat ene kistje nog kon vinden. Oh, baas erop, gij. Maar daar zit een booby trap en een rock en die deed 300 damage. Dat is nogal extreem eigenlijk. Het grappige was namelijk toen ik hier bij dat huisje stond. Hier zegt hier die chest nearby. Misschien dat ik dan hier beneden dat hier iets zit. Buiten mijn... Oh, daaronder zit hij. Oké. Slot 11. Lachen. Valt me nou pas op. Maar goed, hier zit dus ook nog een extra kistje. Dan neem ik zeker wel eventjes mee onder. Waarom ook niet? Misschien zit er zelfs nog wel... En natuurlijk Silt. Hoe meer Silt, hoe beter. Dadelijk hebben we een Extractinator. Die probeer ik nu weer ergens te halen. En dan kunnen we zoveel oors krijgen in coins. Daar word je gewoon vrolijk van. Dus geef me een seconde, dan mine kill eventjes dit allemaal op. En in het kistje zit een flare gun. Yay. Hij zegt ook dat er een life crystal nearby ergens zit. Maar ik wil nu echt naar die ene ding toe. Want ja, zonder splunk potion kun je echt alles op gaan minen. Voordat je eenmaal iets gevonden hebt. Naar wat je eigenlijk aan het zoeken was. Dus we hebben in ieder geval die extra kist gevonden. Dus laten we eventjes naar dat ene kistje toe gaan. En zoveel mogelijk marble collect. Nee, dat is niet die kist. Want hij zegt dat hier nog een kist in de buurt zit. Ik ben zo terug. Oké, okay, I found it. Met een boulder trap die mij nog niet eens kan raken. Tenminste. Gaan we het risico nemen? Joh. Hij is nog niet eens goed geconnect. Oké, okay, dan ben ik gewoon bang voor die kringen. En dan zeg ik gewoon op mijn beurt van... Hey, boulder. Ga neer. je wil gewoon er echt heel voorzichtig voor zijn voor die boulder traps. En... Running boots again. Op zich 2 movement speed. 4 critical strike chance. Nee, dan gaan we voor de movement speed natuurlijk.
Maar ik ben op zoek naar een extractinator. Die kunt trouwens ook in die huizen gewoon spawnen. Dus daar moet ik zeker mijn ogen voor open houden. En weer een gold chandelier. Die wil ik zeker eentje hebben. Oké, nou zegt hij led in de buurt. Dus ik denk dat dit inderdaad het kistje was waar dat hij mij 300 keren naartoe heeft geleid. Nee, hier zit nog een chest. Ik zoek nog even door. Hallo, chest. Oké, nou, die was dus hier weer verborgen. Hartstikke leuk. En ik zie daar wel weer zo'n spinningwheel ding, maar... Extractinator. Cloud in a bottle. 3% damage, 2 defense. Defense is even belangrijker. Leuk. Ik zeg maar dat er geen spelanke potion in zit, maar nu zie ik... Ja. Nu denk ik dat we wel alle chests daarbij in die buurt naar te pakken hebben gehad. Dus wat ik nu ga doen is eindelijk terug naar die marble biome. En daar die chest openen. En zoveel mogelijk marble collecten. Dus ik zie jullie in een seconde. Alweer. Dat moment dat je gewoon vergeten bent waar dat het kistje ergens ook alweer zat. Nou ja, ik heb het gelukkig in ieder geval gevonden. Hallo kistje. En er zit de Band of Regeneration in. Nice. Warding nog wel. Deze heeft 1 defense. Deze heeft 1 defense. Nee, die mag dan wel hier komen te staan. En dan mag die daarbij. Dan hebben we zeker... We hebben al 12 defense op het moment. Trouwens, jij mag hier ook. Zo. Op zich niet verkeerd. Het is jammer dat we geen extractinator hebben gevonden of zo. Maar op zich mogen we hier niet over klagen. Dit is zeker een hele goede vondst. En zoals jullie kunnen zien, ja, ik heb een javelin. Omdat ik heb al zo'n eng beest die we daar net zagen. Heel eventjes klein in het hoekje. Die heb ik al kunnen verslaan, maar die zijn nog steeds creepy. Nou, ik ging er al eventjes... Ik weet dat het een knip-en-plak aflevering is, maar ik wil zoveel mogelijk marble verzamelen. Zodat we daar ons geen zorgen meer over hoeven te maken. Nee. Waar komt die Oh, waar komen die spinnen vandaan? Kunnen die daar niet doorheen? Ze kunnen hier niet doorheen. Gunstig. Kom maar. Ik weet niet waar dat die spinnen vandaan komen, maar het is creepy als dus, het maar zijn kan. Oké, dan hebben we daaronder nog... nou ja, daar heb ik een boomerang voor. Haalt hij daar? Tuurlijk haalt hij daar. Ik wil eventjes wat bommen op die marble gooien, zodat we zoveel mogelijk marble kunnen... Oké, dit duurt mij te lang. Nee. Kom hier. Ga neer. Dat duik ik nog meer van die enge spinnen spannen. Ik vind die spinnen echt eng. Ik heb niet echt een spinnenfobie of iets, maar... Ik ben er niet echt een fan van waarvan ik zeg van, goh, wat leuk, spinnen. En... Ik probeer... Jongens, die... Ga nou eens helemaal aan de kant. Laat mij nou eens gewoon even rustig mijnen. Ugh. Nee hoor, die gaat mij ook irriteren. Wet maar, die gaat mij irriteren. Nee? Die stuit het gewoon door? Mooi. Oké, nou, ik denk dat dit wel een leuke plek is voor een staaf dynamiet. Heb ik nog dynamiet? Oh. Ik zei nog dat hij mij ging irriteren. Ik weet nog zeker dat ik een staaf dynamiet nog had trouwens. Ik had er 2, 3 zelfs. Oh, nou in dat geval. Meer explosies! Dan geloof me, daar willen we niet bij in de buurt staan. Nice. Oeh. En zo vind je ook nog eens een keer, ik weet niet hoeveel plaatsen in de meer. Moet je kijken. Hoppakee, 131. Gewoon nog één ding. Volgens mij kan ik ook sticky dynamite maken. Dan loop ik iets naar voren toe. En dan blaas ik het gewoon daar weer op. En dan hebben we weer zo'n enorme cirkel. Ik weet niet of we de achtergrond ook mee kunnen nemen of iets. Volgens mij niet. Maar who cares? Oh, daar komt er weer één. Vergeet niet, NPC's, het voelt aan alsof dat de vijanden ook slimmer zijn. Tenminste, het kan aan mij liggen, maar het voelt echt zo. Oh nee, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Blaas ik bijna mezelf op. Hey, kijk, zo wil je marble verzamelen. Ik bedoel, dynamiet, dat ligt normaal altijd stof te happen in de kisten. En nou had ik echt zoiets van, nee, ik wil het gebruiken dit keer. Dus... Nou ja, dan heb ik jullie toch nog even een beetje een manier van hoe dat je dingen mee kan nemen. En ik zie toch weer een hele chunk met zilver hier, dus dan nemen we dat ook maar gelijk mee.
En marble wil ik voor verschillende projecten eigenlijk gebruiken. Dus vandaar dat ik dus nou best veel marble wil verzamelen. We hebben nog één dynamietstaaf. Ik heb zoiets van laten we hem gebruiken. Dan gaan we kijken waar dat de rails nog verder naartoe brengt. Misschien vinden we nog wel een hard crystal of nog een extra kistje, wie weet. Dus ik denk dat ik hem beter dan aan de andere kant kan laten exploderen. Gewoon aan deze kant hier. Ik denk dat dit wel een mooie plek is. Laten we het gewoon doen. Hihi. Meer explosies! 113. Hoeveel hebben we er in totaal nu? 542. Daar kunnen we wel leuke dingen mee maken. Oh! Eén keer geraakt worden en weer gelijk die darkness. Hè. Echt. Die slimes zijn niet let's play vriendelijk. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ik zie nou helemaal niks van 21 seconden. Dat is zwaar irritant. Boink. Moet ik jou eventjes nog even aan de kant zien te schuppen. Jullie zijn allemaal irritant. Zeer irritant. Irritant. Nou, we hebben in ieder geval weer dat we wat zien. Gelukkig maar. Nou, eens kijken of er nog hier het een en ander te vinden is. Daar hebben we dan zo'n eng skeleton beest. Nou ja, dat mag ook voor mij. Ik vind het best. Plaats in hem, zegt hij nou in de buurt. Dit lijkt me op zo'n spider cave. Is dit zo'n spider cave? Ja, dit is een spider cave. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh, nee, niet zo kruipen, niet zo kruipen, alsjeblieft. Oh boy. Die dingen die kunnen een enorme damage doen. Blijf op afstand. De 59 schade. Nou, hiermee kan ik ze wel makkelijk op afstand houden eventueel. Plus dit is iets effectiever. Misschien moeten we hier niet zijn. Misschien moeten we gewoon zoiets hebben van... Nee, kom, we gaan weg hier. Oh boy. Als ze op de muur... Oh. Op hun wal kunnen ze alleen lopen, maar... Oh, irritante zoobats. Oké, op een muur zijn ze dus enorm snel. Daar moeten we voor uitkijken. Goed. Nu heb ik de boemer. Ik probeer daar die spinnenwebben weg te halen. Kom op. Echt, en dan overal die zoobats er nog eens een keer tussendoor. Het is best wel een grote spider cave trouwens. Oh, oh boy, en een bottengooier. Ik heb zoiets van wegwezen hier. Het zijn er twee naast elkaar? Oh boy. Laat me met rust. Geen darkness, gelukkig. Oh, tot mijn health potion gebruiken. Nou, dan komen we weer terecht in een nieuwe... Nieuwe... Marble biome. Wat leuk. Oh, hoi. Jullie geven me ook geen break ook niet, hè? Oké, okay, hier. Hier. Oh, Nee, Magic Mirror. Magic Mirror. Wegwezen hier. En af. Sleep. Now. Sommige momenten moet je gewoon weten. Ik werd geraakt door zo'n speer dat heeft... Ik zag iets van 84 of zo. Ik gebruikte net... Ik heb een potion... Nou ja, regenerate nou nog zelfs. Dat is binnen 60 seconden. Het is een goede keuze geweest dat we weg zijn gegaan. Laten we het daarop houden. Oké, nou ik zie weer een ster. Die nemen we gelijk eventjes mee. Deuren dicht. Dan gaan we zelf eventjes kijken. Hoeveel bars kunnen we nu maken? Want ik heb hier toevallig nog de andere dingen erbij zitten. En ik dacht heel even dat ik het nou in de prullenbak gooide, maar gelukkig is dat niet het geval. Laten we eens kijken. Platinum bars. 11 erbij is decent. Misschien kunnen we daar nog wel een leuk wapen of iets van maken. Silver bars. Ik denk dat wij voor een complete silver armor kunnen gaan zelfs. Wie weet. En nog 13 lood erbij. Hartstikke leuk. Nou, oh wacht, ik heb hier nog meer silver bars. Ik denk dat wij voor een volledig silver armor kunnen gaan.
En tot wij dus in de volgende aflevering onze eerste boss battle kunnen gaan doen. Misschien. Ligt eraan. Ik bedoel, we moeten nog wel er eventjes een veld voor maken. Dus, ja. Oh, dat wou ik eigenlijk niet doen. Dat wou ik niet doen. Ik doe het altijd op mijn eigen manier sorteren. Even kijken. De platinum, die hoort daar. Zilver, die hoort daar. Lood, die hoort daar. Oors, die hoort hier. Jij hoort daar. Nee, hier zo. Onder elkaar netjes. Het is jammer dat als je die knop per ongeluk indrukt, dat je dan... Goed. Ik denk dat ik het daarbij ga laten voor deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. In de volgende aflevering, dan gaan wij waarschijnlijk iets aan een bouwprocedure nog even maken. En misschien dat er dan een baas dat we daar gaan doen, wie weet. Maar sowieso, nieuw armor is a must. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk, als je er ook de tijd voor hebt. Bedankt voor het kijken, nog een hele fijne dag gewenst. En hopelijk tot de volgende keer bij een volgende aflevering van Let's Play. Wat ik dan op dat moment ook aan het spelen ben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!